Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een make-up video voor jullie. Al best wel lang zie ik op TikTok allemaal leuke filters voorbij komen. En het leuke van TikTok filters, althans dat vind ik zelf, ik bedoel ik post nooit op TikTok. Maar dat je van TikTok filters denk ik, hoop ik, ook een beetje kan leren hoe je je make-up anders kan doen. Het zijn net allemaal andere technieken, het zijn andere hulpmiddeltjes en zo. Dus ik ga vandaag met een tweetal TikTok filters proberen om mijn make-up iets anders te doen, maar ik ga het wel een beetje dicht bij mezelf houden, dus een beetje subtiel. Ik ben benieuwd, want een van de twee filters is redelijk extreem voor mij doen. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Dus, zijn jullie benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker even kijken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het spannend. Maar echt jongens, TikTok filters die kunnen je overtuigen dat je er compleet anders uit kan zien. Dat vind ik ergens best wel, geinig. Ik bedoel, TikTok filters lieten me geloven dat ik er als ginger oké uit zou zien. Ik bedoel, hartstikke leuk, maar ja. En TikTok filters laten zien dat van die freckles op je gezicht dat dan super schattig kan zijn. En dat vind ik echt nogmaals ook ontzettend leuk om te zien. Maar het is niet hoe ik er normaal uitzie. Maar goed, ik denk, ik weet niet. Ik zat oprecht even te twijfelen of ik ook die freckles in mijn gezicht aan het eind ga tekenen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat dat te veel van het goede wordt. Het voordeel van vandaag is dat ik letterlijk vandaag nergens naartoe hoef. Dus ik heb geen idee waarvoor ik me ga opmaken. Maar dat maakt niet uit. Oké, laten we snel beginnen. Ik denk dat ik ga beginnen met de ogen. Want voor de ogen heb ik een tweetal plaatjes opgezocht. Of filters. Wat ik namelijk al best wel een paar keer geprobeerd heb. Maar ik dacht, oké, nou ga ik echt met een TikTok filter. Dus mijn telefoon trouwens. Waar ik nu naar kijk. Met een TikTok filter als voorbeeld. Ik ga het toch proberen. Dat is een soort van cat eye. Ik weet niet. Ze hebben ook nu wel eens van die siren eye. En dat is eigenlijk een soort van je zeg maar oog wat langer laten maken. Echt een cat eye. Dat houdt ook in dat je zeg maar in de binnenste ooghoek met je eyeliner gaat. En dat is niet helemaal mijn vibe. Ik denk ook niet dat het mij gaat staan. Dus ik ga dat ook niet proberen. Het gaat me vooral om de wing. Mijn oog heb ik alvast geprept. Er zit een oogschaduwprimer op. En hele neutrale, nauwelijks gepigmenteerde 11 oogschaduw. Maar dat is voor nu, voor de look van vandaag, denk ik wel goed. Hoe start ik dit echt? Ik merk dat op het moment dat het gaat om het uitproberen van nieuwe make-up. Ik bedoel, ik heb echt al jaren dat je een bepaalde look gewend bent. En af en toe doe je zeg maar even wat anders, maar niet compleet even wat anders. En dit is echt compleet uit mijn comfortzone. Ik weet niet. Ik heb al, aan de andere kant ook zoveel van die tutorials gezien van hoe je dit moet doen. Dus ik denk dat ik met een oogpotlood ga beginnen. Ja. Ga ik het echt helemaal? Ja, ik denk dat ik het echt helemaal helemaal goed ga doen. Bij gebrek aan een ander kaartje gaan we het gewoon zo doen. En dan ga ik gewoon met een zacht oogpotloodje. Echt nu al het idee dat het niet goed gaat, maar dat maakt niet uit. Oké. Dit zit er echt. Goed, ik ga voor een matte bruine oogschaduw en ik pak gewoon mijn Fenty paletje. En laten we hopen dat dit het beoogde resultaat gaat bereiken. Ik heb echt geen idee. Voor mijn gevoel ben ik nu al wat aan het doen. Weet je wat dat probleem bij mij is? Ik heb hier nooit geduld voor. Want volgens mij moet je dit hartstikke netjes opbouwen en alles. Maar dan denk ik op een gegeven moment van de hup snel. Eerlijk is eerlijk. Ik heb er even een eigen draai aan gegeven. Maar ik vind op zich dat het redelijk gelukt is. Ik weet het niet. Het is natuurlijk niet ideaal en sowieso niet zoals het plaatje. Maar normaal doe ik mijn wing echt mega kort. En dit is even iets anders voor me. Ik moet eerlijk zeggen, dit soort looks besteed ik altijd meer tijd dan dat ik zou willen. Want het lijkt zo simpel en effortless, maar uiteindelijk inderdaad, ik weet het niet. Het is nogmaals niet precies zoals op het plaatje, maar het idee is het wel ongeveer. Ik wil natuurlijk nog mascara toevoegen en alles. En ik heb trouwens daarna een beetje ook weer een neutraal klein beetje met de kleur op de bewegende ooglid toegevoegd om het zeg maar om de overloop iets zachter te laten maken of de overgang. Ik ga heel eventjes mijn wimpers doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de volgende wat ik ga doen. En dat vind ik eigenlijk het meest spannende. Ik ga mijn gezicht contouren. Ik zal aan jullie ook laten zien wat ik aan het doen ben. Met behulp van deze filter
kan je dus bepalen welke contourtechniek het beste bij past. En dat is dus op basis van de vorm van je gezicht. En het begint meteen met een dilemma. Want ben ik nu een vierkant? In mijn gezicht is sowieso hoekig. Ik bedoel, dat weet ik. Dit kan wel. Is dit het? Of dit? Ik weet het niet. Dit kan eigenlijk ook wel. Dit maakt je gezicht echt meteen een stuk ronder. Dat zie ik ook meteen. Oké, ik weet het niet. Maar ja, de rest is het dus sowieso niet. Ik denk dat deze vorm echt wel mijn vorm is, vermoed ik zo. En het is dus heel veel contour. En het is meer contour dan dat ik uiteraard normaal gebruik. Nou moet ik alleen bedenken welk product ik hiervoor ga gebruiken. Ik ga sowieso uitblenden met een nat sponsje, want dat is ook wat ik normaal zou doen. En het product waarmee ik ga contouren is denk ik deze van Soul Body. Die gebruik ik altijd van zeg maar Colourpop. Het is echt zo raar om jezelf op twee plekken te zien. Maar goed, ik ga deze gewoon aanbrengen met mijn vingers. Op de plekken waarvan de filter aangeeft dus dat ik het moet doen. Ja, weet je, het voordeel van deze bronzer is dat hij nog best subtiel is. Oh, ik vind het echt zo verschrikkelijk om dan ook hier dit te moeten doen, want omdat ik dat haat. Dat is echt zo voor mij onnatuurlijke plek om bronzer aan te brengen. Ja, zie je, dit gaat al mis. Maar ik wilde ook niet, ik heb zo'n grijze natuurlijk nog van Fenty en ik wilde die eigenlijk ook niet gebruiken. Ja, zie je, deze is veel te laag. Damn! Ja, dit gaat weer mis. Dit gaat weer mis. Oké. mijn neus. Dat wordt wel spannend. Als je zo'n contourstick hebt, dan is het natuurlijk veel makkelijker en het is veel preciezer. Top. Dit. Oh, wat verschrikkelijk dit. Oké, concealer. Ik gebruik gewoon degene die ik elke dag gebruik. Oh, wat erg dit. Nu al zo'n spijt van? Ja. En ik dacht, nou, mijn make-up look is vandaag voor vandaag wel prima. En volgens mij gaat er dus ook een klein beetje blush overheen. Ik ga deze gebruiken van Trend It Up. Want dat is ook wel lekker makkelijk. Een stick. Voor zover we die gaan zien. Nou. Prachtig, hè? Weet je, het voordeel van een spons is dat ik weet dat een spons natuurlijk hartstikke veel product gaat opzuigen. Dus ik ga deze filter uitzetten. En dan gaan we het blenden. Ik heb volgens mij nog nooit mijn gezicht op deze manier gecontourd. En sowieso niet een volle contour. Maar goed, van licht naar donker dus. Dan moet ik ook zeggen dat dit een redelijk goedkope spons van de Action is. Dus ik heb wat moeite met blenden op dit moment. En dat ligt meestal niet aan deze Colourpop bronzer. Maar goed. Ik ga een klein beetje van deze setting mist van Catrice gebruiken om dit er nog een beetje soort van te laten smelten. Ik weet niet of ik deze heb laten zien, helemaal off topic. Maar die komt uit zo'n Disney schurken collectie. En het is meer een hydraterende mist. Ik vind deze helemaal, qua ingrediënten doet hij ook helemaal niks voor langhoudend je make-up laten zitten. Dus vandaar. Oké, goed verhaal. Ik kom nu uit mijn woorden, want jullie snappen denk ik wel waarom. Wat doet deze? Ik snap deze niet. Oké. Ik zit me nou trouwens af te vragen of dat wel de plek van de blush was. Want volgens mij had het highlight moeten zijn. Oké, ik ga zo wel even highlight aanbrengen. Want die blush zie je toch niet meer. Door al dat blenden. Toch wel een beetje glow terug in mijn gezicht. Echt, zo'n full face contour was niks voor mij. En ik had al als basis, ik bedoel, niet zo dat het op mijn huid liet liggen, zeg maar, deze contour. Of noem je dat? Er zat een tinted SPF op. Dus het is een soort vervanger voor mij van de foundation. Maar ik merk dat ik het zoveel mogelijk probeer uit te blenden. Om het echt heel subtiel te laten worden. Omdat ik helemaal niet van de full face van make-up ben. Ik snap nog steeds niet wat dit puntje op het kin zou moeten zijn. Want het is zo'n rare schaduwplek. Nee, dit zit er niet uit. Ik
ik kan beter dit doen, want het is al voor mij een redelijk hormonaal plekje. Dus er zit al heel veel schaduw bij mij op, dus ik hoef er niet nog meer schaduw op. En ik ben ervan overtuigd dat met welke kleur je dit ook zou doen, het moet je ding zijn. Nee, ik ben blij dat het grotendeels uitgeblend is. Kunnen jullie hier iets van zien? Volgens mij wel, maar... Ja. Het is goed zo. Ik ben blij dat ik het grotendeels uitgeblend heb. Ja. Conclusie? Niks voor mij, zo'n full face of make-up, maar het was wel leuk om uit te proberen. En... Oh, dit is echt... Jongens, echt, ik snap niet welke mensen het fijn vinden om, zeg maar, hier te contouren. Want het is echt niks voor mij. Ik heb al een redelijk prominente jawline. En ja, ik weet dat je daarmee, zeg maar, als het goed is, smaller kan maken. Maar ik vind het, ja, het voelt als een hele onnatuurlijke plek om te contouren. Ik denk dat dat het is. En nogmaals, misschien als je echt van full face houdt, dan dat dat wel meevalt. Maar... Ik vind het zo niet mijn ding. De neus is... Ik weet het niet. Op zich zou ik denk ik best meer met neuscontour moeten kunnen doen. Maar... En ook zoals ik me, zeg maar, concealer onder mijn ogen normaal aanbreng. Ik breng tegenwoordig zoveel minder aan. Omdat ik dus geleerd heb. En dat werkt dus voor mij. Dat omdat ik best wel wat lijntjes tegenwoordig onder mijn ogen heb. Ik bedoel, concealer accentueert hoe dan ook de lijntjes. Dus het is eigenlijk de kunst om de concealer niet helemaal tot onder je ogen, zeg maar... Of tot het randje, zeg maar, aan te brengen. Maar gewoon eigenlijk zo minimaal mogelijk te gebruiken. Maar goed, daar vertel ik misschien in een andere video wat meer over. Maar voor nu is dit het. Ik ga dit afsluiten. Ik weet trouwens dat er ook filters zijn voor de wenkbrauwen en dat soort dingen. Maar ik ga er niks aan doen. Want ik heb echt wel... Ik weet niet. Ik zou best eens wat voller wenkbrauwen bij mezelf kunnen willen tekenen. Maar ik denk ook niet dat het helemaal... Dat ik me helemaal comfortabel erin zou voelen. Omdat het niet helemaal mijn ding is. Dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. Oh my god. Ik zag net mijn gezicht in natuurlijk licht. En ik zag nog allemaal vegen van mijn bronzer. Dus ik heb het echt nu met handen uitgeblet. Ik weet niet. Ik weet niet wat er gebeurd is, jongens. Maar dit was echt... Nou ja, goed. Ik dacht, ik laat jullie ook wel zien hoe dit bij natuurlijk licht eruit ziet. En nogmaals, het is nu zo subtiel geblend. En dat is veel meer mijn vibe. Dit doe ik nooit meer. Dit doe ik ook nooit meer. Maar, oh wauw. Dat was nog zo streperig. Ik weet het niet. Nee, ik ga het ook niet met een andere kleur proberen. Het is gewoon niet mijn vibe. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal mocht je het nog niet hebben gedaan. En als je het notificatiebeltje aanzet, dan weet je wanneer ik de volgende keer geüpload heb. Als het goed is, is het gewoon volgende week zondag om 8 uur. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan. Doei.